Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog wat laatste wolkenvelden over Nederland, maar die wolken gaan wel geleidelijk aan naar Duitsland wegtrekken en dat betekent dat we vanochtend op steeds meer plaatsen de zon zien. Meeste zon in de ochtend in het zuiden, meeste wolken in het oosten en dan hebben we temperaturen van 3 tot 8 graden. Vanmiddag komt er nog wat bij, wordt het 9 graden langs de kust, graad of 6 7 in het zuidoosten van het land. De zon schijnt geregeld, het blijft droog en de wind neemt verder af, is matig kracht 3 tot 4 uit het noordwesten. Vanavond is het helder en de temperaturen gaan snel omlaag. In de nacht kan er in het zuiden mist ontstaan. En dan liggen de temperaturen daar dicht bij het vriespunt. In de rest van het land blijft het kwik boven nul. En die mist die kan morgen behoorlijk hardnekkig zijn in het zuiden en overgaan in laaghangende bewolking. In het noorden schijnt de zon wel af en toe. Onder de mist wordt het amper 3 graden, in het noorden nog een graad of 7. Dan donderdag en vrijdag, een da twee dagen met zonnige momenten, maar ook met wolkenvelden. Kans op mist in de nacht is groot, dan vriest het licht. Overdag is het 2 of 3 graden. En ook zaterdag hebben we een vergelijkbaar weerbeeld, hoewel de bewolking dan toch langzaam maar zeker weer de overhand krijgt. Mark overhoef van Weerplaza.nl